Soms moet je iets uitlokken. En ik kan jullie nou al vertellen dat het allemaal gewerkt heeft. En daarom kunnen we nu ook naar de volgende stap toe om dingen uit te leggen. Zoiets moet je hebben in huis. Eet een USB-stickie. Alle video's, alle screenshots die je maakt. En je moet overal screenshots van maken. Je moet alle video's moet je opslaan, want mensen verwijderen ze. Die sla je allemaal op een USB-stickie. Volgende ingrediënt. En je sleutelbos. Ik zie het eruit ook hè, alsof het een USB-stickje is, toch? Duim het aan je borst en als je hem in je jas hebt, luistert het gewoon door je jas heen. Of je doet hem om een ketting heen, het luistert gewoon door je trui heen. Ik zal hem even op pauze doen om een paar dingetjes te laten horen. Weet je, kiezen wat ik ga laten luisteren natuurlijk. Maar zo klinkt het ongeveer als dan als je sleutel hebt hangen, sleutel gewoon in de deur hebt en de boodschappen worden bij je gebracht. Wat ga dat doen? Ik moet mijn gang voor de pakketten voor jou. Iedereen doet dat. Dat sommige mensen langzaam zijn. Ik doe echt maar één keer in de maand, misschien één keer in de twee maanden, dus hoe ik echt boodschappen doen nu. Snap ik, maar ja, dan moet je het wel nog achter de tijd aan. Zoals je hoort kan je alles goed horen. Deze video duurt in totaal 2 minuten. Ik mocht de krat niet legen, want dat duurt allemaal te lang. Maar de video duurt maar 2 minuten. En ik moest, ik heb mijn boodschappen eens naar binnen gezet, deur dicht gedaan, daarna pas uit. Dus hij is niet eens 1 minuut, 50 seconden aan de deur geweest. Maar was wel moeilijk aan het doen over die krat. Terwijl hij heeft die krat gewoon mee moeten nemen. Ja. Ik had allemaal lege flessen die hij ook mee moest nemen. Dus het was nog handiger ook, dat zag je zelf ook, dat het in die krat ging. Anders moest hij met 4 of 5 flessen moest hij over straat lopen. Nog eentje? Ja. Overal staat dezelfde datum, want die recorder die pakt dat niet. Maar nemen we deze. Naar de supermarkt. Van level. Ja, maar daarom moet je van mij afstand. Ik woon in de ziekenhuis. Ik vlak bij. Eigenlijk moet je mijn mattie zijn, maar je moet zelf weten. Eigenlijk moet je mijn mattie zijn, maar je moet het zelf weten. Hier heb ik heel gesprek gevoerd met iemand. Heeft die 45 roepjes voor me? Even de sigarenboer in. Bij de kassa, maar ik heb geen zin om er overal doorheen te zappen. Hierin, iemand laat ook een speen vallen, waar ik achteraan. Mevrouw, mevrouw, iemand, meneer, weet u waar de lollies zijn? Ja, ik denk bij de snoep, daarom. Waarna ik al later ook bij de snoep zie, is helemaal aan het zoeken, zeg, geen lollies. Uiteindelijk staan alle gesprekken, als je dat opneemt, kan niemand iets tegen jou gebruiken. En als mensen gaan snappen dat ik alles heb opgenomen, daarom je niet druk maakt. Daarom iedereen stoer mag doen, iedereen overal iets van mag vinden. En ik alleen maar meer en meer en meer kan aankaarten. En dat dat alleen naar God moet zijn nu, omdat jullie allemaal vertiefd verraad zijn. Sophie Derde weet precies wat er speelt hoor. Maar die gaat nou wel dat moeder vermoorden als ze het niet wil doen. En ze weten toch allemaal 100% zeker
Dat ik hun kind ben, 100%. Dus waar maakt iedereen zich druk om dan?